Het college is akkoord met de adviezen die zijn gepresenteerd op de Binnenstadsavond van 11 november. Tijdens deze avond werden de plannen voor bereikbaarheid, de huisvesting van de openbare bibliotheek en film en theater en de huisvesting van de gemeentelijke organisatie gepresenteerd. Het college heeft over de gemeentelijke organisatie de voorkeur uitgesproken om alle ambtenaren op één plek te vestigen en dus geen dislocaties in gebruik te nemen. Daarnaast moet wat het college betreft de hoofdentree gevormd worden door een herkenbaar gebouw met uitstraling in een gesloten wand. Verder zou er ook een representatieve multifunctionele ruimte moeten komen die ook kan worden gebruikt voor raadsvergaderingen. Op 6 december is er een hoorzitting tijdens de politieke markt waar mensen kunnen inspreken. Op 22 december is er weer een politieke markt over de binnenstad, maar dan is er geen inspraakmogelijkheid. In de politieke markt lag afgelopen woensdag het voorstel van burgemeester en wethouders om vanaf januari alle levensmiddelenzaken op zondag van 11 tot 6 uur open te laten zijn. Dit voorstel moet een oplossing bieden voor de huidige situatie waarin een aantal supermarkten in Deventer op zondag de deuren illegaal open doet. De raadsleden waren verdeeld over het voorstel. Voorstanders wezen op de vrijheid voor ondernemers, de behoefte van winkelend publiek en dat de concurrentie tussen supermarkten weer eerlijk wordt. Tegenstanders noemden het voorstel een halve oplossing omdat er nu tussen supermarkten en andere bedrijven een oneerlijke situatie ontstaat, dat de zondag een rustdag moet blijven en spraken de bezorgdheid uit dat personeel gedwongen gaat worden om op zondag te werken. Daarnaast zou de kleine ondernemer het moeilijker krijgen. Op 8 december wordt er in de raadsvergadering verder gedebatteerd over het voorstel van burgemeester en wethouders. Er lijkt de meerderheid voor het voorstel te zijn. De opbouw van het Glazen Pieterkasteel loopt voorspoedig. Vrijdagochtend is de opbouw van het Glazen Kasteel begonnen. Zo is het glazen gedeelte zelf neergezet, het podium opgebouwd en de slaapplaats van de Pieter gerealiseerd. De dranghekken worden neergezet, de kabels uitgerold en er wordt keihard gewerkt. Drie Pieten worden op zondag 28 november om 7 uur in het Glazen Pieterkasteel opgesloten door de burgemeester. De Pieten moeten het dan doen zonder pepernoten of ander eten. Ze mogen alleen drinken. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar Serious Request. Serious Request verzamelt geld in voor kinderen en HIV. Dankzij de steun van Deventer bedrijven zijn alle kosten gedekt en gaat alles wat aan de Pieten gegeven wordt naar het goede doel. Op 4 december zal Sinterklaas zelf de Zwarte Pieten weer bevrijden uit het glazen huis en wordt de opbrengst bekendgemaakt. Tijdens de loop van het traject zijn er gastoptredens van onder andere Coole Piet Diego, de Oranje Band, Sean & Jeffrey en Stellar Express. Drie Zwarte Pieten, 7 dagen lang, 24 uur per dag, zonder eten op het Boreelplein. Vanaf 28 november is het Glazen Pietenkasteel live te volgen op Deventer Radio en Deventer Televisie. De gemeente Deventer beëindigt per 1 januari 2011 de samenwerking met Regiezorg. Dit werd woensdag bekend tijdens de politieke markt. De raad steunde het besluit van wethouder Margriet de Jager. Regiezorg, een initiatief van Salland Verzekeringen en de gemeente, werd in 2007 opgericht en moest dienen als laagdrempelig aanspreekpunt. Het zorgloket werd in het leven geroepen om mensen met meervoudige, complexe problematiek, hierbij kan gedacht worden aan mensen met alcohol, woon- of werkproblemen, te helpen bij het vinden van de juiste zorg zonder in een doolhof van loketten te verdwalen. Per 1 januari neemt de gemeente de regie weer in handen. Voor Jan Christen, voorzitter Raad van Toezicht van Regiezorg, kwam het besluit als een donderslag bij heldere hemel. Ik heb ook in de politieke markt van afgelopen week gezegd dat ik me dat niet kan voorstellen. Ik heb net gezegd tegen u dat wij al een jaar met elkaar aan tafel zitten om te kijken hoe moet Regiezorg doorgaan of moeten we stoppen. Wat zijn daar de belangrijke randvoorwaarden voor? Dat moet in het bedrijfsplan naar voren komen. Dat bedrijfsplan kwam pas begin november, is rijkelijk laat. En de Raad van Commissarissen heeft samen met de aandeelhouder Salland het hele jaar met mij aan tafel gezeten om zaken door te spreken. Nou, ik heb gezegd welke hemel en welke donderslag, dat weet ik niet, maar dat kan niet waar zijn. Ik heb nooit een signaal gekregen van dat het Regiezorg opgeheven zou worden. We hebben het wel gehad over hoe kunnen we Regiezorg verbeteren. Nog effectiever, efficiënter laten werken. Daarvoor is ook een bedrijfsplan gemaakt. En die is op 1 november ook aangeboden aan de gemeente en die heeft daar ook over gesproken. Dat was ook de bedoeling om dat in BNW te behandelen. Voor ons was het een verrassing, in ieder geval voor mij, laat ik het zo zeggen, als aandeelhouder, mede-aandeelhouder, dat er op de BNW-agenda
ook een notitie regiekamer stond. Maar goed, ik wacht graag het plan van aanpak, ik geloof dat het in het voorjaar komt, af. En dan zullen we wel zien. Wethouder De Jager gaf woensdag ook aan dat Regiezorg inmiddels zelf een zorgverlenende organisatie is geworden en daardoor niet meer haar onafhankelijke positie in de zorgverlening kan waarmaken. Daar komt bij dat het functioneren van Regiezorg sinds de oprichting al onder vuur ligt. Voornamelijk omdat er meerdere malen geld bij moest en de zorgaanbieders ontevreden waren over de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Tijdens de politieke markt kwam ook naar voren dat Regiezorg en verschillende andere betrokkenen nu bang zijn voor de positie van de cliënten. Kunnen deze mensen met dit besluit nog wel rekenen op gepaste hulp of vallen ze tussen wal en schip? Wethouder De Jager beloofde dat er niemand buiten de boot zal vallen en iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. De hulp kan volgens De Jager eenvoudiger, beter en goedkoper geregeld worden. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we het geld voor de zorg besteden voor zorg en niet aan alle organisatievormen eromheen. En dat is belangrijk, dat kan de gemeente zelf. En dat is ook heel goed dat de zorgpartijen nu in een convenant met de gemeente, en zo werken ze al, is het bemoeizorgteam samenwerken in een ketenarrangement. Dus dat betekent één centraal meldpunt, één helder zorgarrangement en een manier waarop cliënten direct worden geholpen in zorg. Nou, gisteren was ik bij Regiezorg, gistermorgen, want er zat daar toch wel wat rouwverwerking natuurlijk. Er zaten 11 mensen, 11 veldregisseurs, die eigenlijk niet meer wisten wat ze moesten doen. En er stond een cliënt voor de deur. En ja, de eerste vraag van een van die veldregisseurs, wat moet ik nu zeggen? Ja, het is denk ik op dit moment een vacuüm. Dus er heerst nu op dit moment grote onduidelijkheid van wie nu straks de regie heeft en hoe dat uit gaat pakken. In ieder geval bij mij. En bij de veldregisseurs en ik denk straks ook bij de cliënten, maar misschien bij de gemeente niet. De Raad van Toezicht van Regiezorg beraadt zich nu over de ontstaande situatie. Als zelfstandige BV zou Regiezorg als zorgloket kunnen voortbestaan, maar zonder de steun van de gemeente valt een groot stuk van de basis weg. Zowel Regiezorg als Zalandverzekeringen denken na over juridische stappen tegen de gemeente. Het nieuwe kabinet heeft plannen om in Nederland een wietpas in te voeren. Dit houdt in dat mensen die de softdrugs wiet of hash gebruiken zich eerst moeten registreren voordat ze hun softdrugs kunnen kopen bij een coffeeshop. Deze plannen zijn nog niet helemaal zeker, maar er bestaat een kans dat dit ook in Deventer wordt ingevoerd. Het lost een probleem op dat er niet is in Deventer, maar überhaupt in Nederland. Hebben we denk ik het beste softdrugsbeleid wat je kunt hebben. Met de minste criminaliteit, minste aan drugs gerelateerde gezondheidsproblemen. Volgens mij gaat het in Nederland juist ontzettend goed. De gasten die de coffeeshop bezoeken, die vinden dat grotendeels niet nodig. Om nog zo'n pasje extra in hun bezit te hebben. Alleen, wie zijn wij, ja, om daarover te beoordelen? We zijn de wetgever niet. We moeten de uitvoerende orgaan zijn. Dus als dat ons voorgeschreven is, dan zal iedereen daar wel content mee moeten zijn. Het voordeel van een wietpas is dat je een extra drempel opwerpt, al was het maar een emotionele, waarmee je vooral jongere gebruikers remt in het gebruik. De VVD is dus voor de invoering van de wietpas. Zij zijn niet tegen het gebruik van softdrugs, maar wel tegen de illegale teelt. GroenLinks is tegen de invoering van de wietpas. Zij zijn van mening dat een dergelijke pas tot gevolg kan hebben dat de mensen die door de wietpas geen drugs meer kunnen of willen kopen, het dan gaan zoeken in de illegale handel. Als je een wietpas invoert, dan betekent het dat een aantal mensen hier niet meer kan komen, hè, want die zijn dan gemeentegebonden. Dus stel je bent een gebruiker uit Oostwijen of uit Gorssel, dan heb je pech, want dan kun je dus in Deventer niet meer aan de slag. En dan, als je dan toch wil roken, dan haal je dat dus ergens illegaal. En dat is nou precies wat je niet wilt. Het geeft een extra barrière. Het geeft een geestelijke barrière. Ik bedoel, het is nu heel eenvoudig, maar op het moment dat je dus weer wiet gaat doorverkopen aan jonge kinderen, wordt het weer een criminele actie. En door het feit dat je daarvoor registreert dat je een bepaalde hoeveelheid afneemt, en dan is 5 gram per dag echt al heel veel. En als je dat structureel elke dag doet, dan loop je plotseling wel in de kijker. Het coffeeshopbeleid is wel bedoeld om de volksgezondheid te dienen. Scheiding der markten tussen soft- en harddrugs. Dus ik vraag me wel ten zeerste af of dat een positieve uitwerking zal hebben op het huidige beleid die wij al hebben.
Bode in Badmen was afgelopen donderdag het toneel van de jaarlijkse Deventer Vrijwilligersavond. Tijdens deze vrijwilligersavond hebben diverse verenigingen vrijwilligersprijzen gewonnen. In de categorie sociaal en cultureel werk is de vrijwilligersprijs gegaan naar Raste Welzijn Onbeperkt Actief. In de categorie zorg Palliatief Netwerk Salland. In de categorie natuur en milieu Stichting Vogeleiland Deventer. In de categorie sport en recreatie Palenproject Deventer Korfbalvereniging De Vinco. In de nieuwe categorie maatschappelijk betrokken ondernemen is de winnaar het schakelpunt maatschappelijk betrokken ondernemen Deventer. Ook is de Witte Blomprijs voor een individuele vrijwilliger uitgereikt. Ibo Kaya van Turkse Kracht en Arjan Wassink van Palliatief Netwerk Salland waren hiervoor genomineerd. Maar de winnaar voor de Witte Blomprijs 2010 is Theo Berkhout voor zijn jarenlange inzet bij de zeil- en motorbootvereniging. Dit jaar was het de 26e keer dat de vrijwilligersavond is gehouden. In het kader van de manifestatie Deventer Grenzeloze Stad vindt op zaterdag 27 november tussen 14:30 en 17:00 het gratis toegankelijke evenement Deventer Open Wereldstad plaats in de Deventer Schouwburg. Deventer Open wil de oriëntatie op de wereld van zowel inwoners, organisaties als de gemeente in beeld brengen. Morgen zullen 25 maatschappelijke organisaties zich presenteren. Er zullen workshops zijn voor de kinderen. Er zal een millenniumdoelen tentoonstelling plaatsvinden. Leerlingen van de AOC-school uit Twello zullen een presentatie geven voor een studiereis naar Kenia. En daaromheen is er een heel mooi muziekprogramma voor iedereen. Deventer Open, wat dus zaterdag in de Schouwburg plaatsvindt, is een onderdeel van het project Deventer Grenzeloze Stad. Deventer Grenzeloze Stad is eigenlijk het koepelevenement wat tussen 14 november en 19 december in Deventer plaatsvindt. Er zijn verschillende activiteiten in Deventer georganiseerd en worden nog georganiseerd tijdens deze periode. Daarmee willen we eigenlijk het nadruk leggen op de internationale culturele activiteiten. Deventer is zo'n internationale actieve stad. Sinds eind 2009 is Deventer Millennium Gemeente. Dat betekent dat op lokaal niveau wordt samengewerkt rond het realiseren van de door de VN vastgestelde millenniumdoelen tegen onder andere armoede, honger, ongelijkheid, aids en onderwijs. Onlangs hebben burgemeester Andries Heidema en wethouder Jos Piri gezamenlijk het bord Deventer Millennium Gemeente onthuld. De gemeente Deventer ondersteunt graag deze initiatieven. Wij doen dit samen met de Schouwburg, Filmhuis de Keizer, Stichting Netsib, Kosovo-Rijssel, AOC en DTW. En uiteraard ook de maatschappelijke organisaties die op de belevingsmarkt zullen zijn. De toegang is gratis, dus iedereen is van harte welkom, jong en oud. We hopen daar dat er heel veel belangstelling voor zal zijn. Ja. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventertelevisie.nl.